Ik letterlijk als plak. Een hele goede morgen mensen, welkom terug bij een nieuwe dag. Ik ben net wakker en check dit even. Ta-da-da-ta-ta. Ontbijt op bed. Dit is dus zo'n dom verhaal, hè. Dus ik dacht, hey, misschien is ontbijt op bed gratis. Ik vroeg zo, yo, is er ontbijt op bed? Hij zei gewoon, ja, je hebt dit en dat. Is included, bla bla. Dus ik denk, ah ja toch, komt de guy dit uiteindelijk brengen? Kost het blijkbaar €56. Ah! Maar goed, dan moet ik er gewoon extra van gaan genieten. Oh, ja, dat werkt niet echt, hè. Dus dit brengen we helemaal hierheen. Oh. Kijk eens even aan, mensen. Lekker ontbijtje met een prachtig uitzicht. Yeah, boy! En in de lekkere, warme schaduw. Wat is dit? Schaduw. Zon. Oh, kijk eens wie we hier hebben dan. Wow, is dit een model? Maar goed, zoals jullie zien, ik ben weer een beetje opgefrist. Ik ben eigenlijk gewoon douche ingestapt en mijn zonnebril in mijn haar gegooid. En wij gaan nu dus richting het strand. Ik had jullie gisteren nog verteld, yo, waarschijnlijk gaan we vandaag meer doen. Psych! Gotcha, bitch. We gaan vandaag gewoon lekker een chill dagje hebben bij het strand. En met Natalie. Lek je net een vis. Is zo'n fisheye. Wij verblijven trouwens op de 9e verdieping. Oh, dat is 6, dat zie je toch. Ja man. Kijk, nu is de 6. Maar dat is ook de hoogste verdieping hier. We zitten helemaal op de top. Dit is trouwens hoe onze lobby hier uitziet. Ja, best nice hotel hier ook. Kijk even hoe space dit schilderij is. Kijk, dit is echt raar man. Ik trip hem echt helemaal hierdoor. Oh. Ja, dit is echt space man. That's weird. Zo, we komen hier buiten en het is echt tering heet. Niet normaal mensen. En volgens mij is dit nog niet eens het heetst van de dag toch? Het chillen is wel, wij zitten gewoon letterlijk dus aan het water, zoals jullie zagen aan ons uitzicht. Dus als wij naar het strand willen, het is letterlijk een minuut lopen. Oh, kijk wat een leuk plekje dit is. En dit is dus het strand. Het ziet er redelijk druk uit. Daar gaan we dus niet bij liggen. Social distancing, you heard it. Oh, sorry. Maar het interessante hier dus, het is geen zandstrand, het is een steenstrand. Maar dit is toch helemaal niet lekker om daar zo op de stenen te liggen, of ligt het aan mij? Maar iedereen... Aan jou, iedereen ziet er vet comfortabel Ja, iedereen uit. Ziet toch vet comfortabel uit, maar ik denk van ja, dat is toch niet lekker? Ligt aan jou, je bent gewoon spoiled, bro. Sorry. Wat doe jij dan? Oh, en kijk, dit is de plek waar wij dan gaan liggen. Het is een stuk rustiger, ook vooral in de zee. En het ziet er wel gezellig uit. Hé, ik hoor je geen muziek toch? Nee, daar was muziek. Oh. Oh, wat doe jij nou? Wat is dit? Een badmuts? Okay. What are you doing? Don't make it worse. Oké, Natalie wil dus niet dat haar haar nat was, want ze heeft een keratinebehandeling gedaan, wat het ook mag zijn. En haar haar mag dus niet in zout water. Maar check even, dit is dus het strand. Oh, allemaal stenen. Kijk, deze zijn hier veel groter dan daar. Oh, dit ziet er echt niet uit. Kijk, ik zie ook best wel kijken wat je doet. Kijk, links van je. Oh, ik heb dat echt perfect op film staan. En het was niet eens expres. Ga dan. Oh. Natalie, wacht op mij. Natalie, wacht. Oh, dit doet gewoon pijn, joh. Waarom ben je zo ver? Dan kan ik niet komen. Je weet, als je kopje onder gaat, dan werkt je badmuts alsnog niet. Ik zeg je eerlijk, ja, je rockt die badmuts wel, man. Nou, wij gaan hier even op het strand genieten. Ik ga niet altijd veel vloggen, want dan wordt de camera nat. Ik vind het nog steeds grappig. Doei! Oh, mijn dikke buikie. Wat doe jij? Versieren. Ah, ik ben aangevallen. Oh nee. Ik lig niet op een goede spot. Jawel, je ligt echt perfect. Nee, mijn camera! Hey, kantine juffrouw. Hey, kantine juffrouw. Ja, je haar is wel droog gebleven. Hey, ik zeg je eerlijk, goede tactiek man. Oh, je bent echt eng zo. We zijn dus weer terug van het strand. Hoe gaat het met jouw haar? Ah, steady, droog en zo. Maar we komen dus hier langs een plekje en dat heet... Locked up pussy. How is your locked up pussy? Mensen, ik word hier gewoon misbruikt als pakezel. Wat is dit? Wat draagt zij? Pakezel, mensen. Kan het niet. In dit hotel moet je dus ook een mondmaskertje op. Dus ja, dan richt ze hier wel goed. En stop met te filmen. Ah, shit. Ik kom er niet van haar af, mensen. Ik kom gewoon niet van haar af. Eventjes, bla
water. Oh, dit is wel even een struggle. Ze moet een mondkapje op, maar ze heeft lippenstift op haar lippen. Oh, je gaat gewoon je lippen deed zo houden? Mm-hmm. Oh, dus je kan ook niet praten tegen mij. Mm-hmm. De breng je. Oh. Dit is trouwens een super handige lifehack voor die mondkapjes. En dat is hem zeg maar zo om je arm doen. Als je hem niet hoeft te dragen dus. Waar is hij voor jou? In mijn zak. Oh, ik zie je lippenstift is geprotect. Wow, en we komen hier één dikke waggy tegen. Eén zieke McLaren. En zou je ook willen dat ik deze had? Kijk mensen, als we dat hebben, dan zijn we echt next level. Die zie je gewoon amper echt nooit gewoon in Nederland. We zitten op dit moment dus in een super schattig Frans restaurant met de beeldschoon Nathalie. En we hebben iets super Frans genomen, namelijk... Escargot. Escargot, a.k.a. slakken. Ik vind dit dus lekker, maar ik ben benieuwd hoe ze hier smaken, dus ik ga gewoon even proeven. Rubber. Je pakt dus letterlijk zo'n ding. Ja, maar nee, hoe doe je dat? Ja, eigenlijk moet je zo'n stokje ervoor hebben. Ik denk niet dat het zo werkt dan, weet. Goed. Ja, letterlijk als plak. Ik vind het lekker. Ja, wat proef je? Proef kruidenboter met een soort slijmigachtig bier. Gadver, dat klinkt toch helemaal niet lekker? Heb je nou iets geproefd? Oh, hier gaat ze. It's not bad. Die van mij is niet slijmerig. Ik vind het per se lekker. Oké. Nathalie heeft bij haar glas ook gewoon letterlijk één super duidelijke afdruk. I mark my territory. Wow. En nu hebben we ook iets super interessants besteld. Wat hebben we? Beetje een eten, kikkerbillen. Kikkerbillen. Zijn het billen? Ik denk is kikkerpotten met de billen. Oké, Françoise. Françoise is kikkerbillen. Nee, we hebben dus kikkerbillen of kikkerbenen. Oh ja, dit is letterlijk. Wat doe jij? Dit is letterlijk gewoon kikkerbillen. Maar het lijkt net echt op kip. Het ruikt ook naar kip. Kikkerbillen. Kikkerbillen. Proef. Dit is kip. Ja? Dit is lekker of? Ja, lekker kip. En hoe smaak je de billen? Een beetje zoals kip, maar omdat ik weet dat kikkers zijn, is het toch minder of zo. En stel dat je zeg maar dit op je bord kreeg en iemand zou zeggen dit is kip. Zou je denken dat het kip is? Of zou je denken, zou ik denken dat het net iets smakelozere kip is. Even niet platen! Nou ja, goed mensen, ik ben weer terug in het hotel. Lekker met de airco aan, heerlijk. Morgen gaan we daadwerkelijk wat doen. Wat we gaan doen gaan jullie nog zien, maar het wordt niet zo'n strand chill vakantie. We gaan echt iets doen eindelijk. Maar goed, vonden jullie deze video nou leuk? Like dan zeker de video. Vergeet niet om te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo!